Ik ben Pijn van der Sloot. Ik ben grafisch kunstenaar, opgegroeid in Argentinië. In 2001 ben ik teruggekomen naar Nederland om te studeren aan de Kunstacademie in Utrecht. En de afgelopen 3 jaar ben ik werkzaam als meer autonome kunstenaar. Een van mijn eerste projecten ontstond door die sticker het kunstwerk zelf te laten zijn. Ik verkocht lege lijsten en als iemand een lijst kocht, dan plakte ik de sticker in de lijst, waardoor de verkoop van het kunstwerk eigenlijk de kunst zelf werd. Het kunstwerk wat ik hier nu aan het maken ben bij Tommy Stoko, dat is een heel organisch proces. Dus ik begin met 1 stip en vervolgens laat ik me gewoon een beetje leiden door de vormen die ontstaan. En het is ook een van de dingen waar ik heel veel inspiratie uit haal, is eigenlijk het maakproces zelf. Mijn manier van werken is eigenlijk een soort van snake te creëren. Niet iets van tevoren bedenken en dan uitvoeren, maar ergens beginnen en tijdens het maken bedenken waar het heen gaat. En het bedenken van een concept of een idee of een beeld, dat vind ik vaak toch moeilijker. Ik begin gewoon.